in onze kracht komen. Onze kracht is eigenlijk de manier om gecenterd te blijven. Om jezelf niet te verliezen. Gelijk zoals een bamboe. En een bamboe is heel buigzaam en is ook heel krachtig. Focus je aandacht naar je ademhaling. Merk de kwaliteit van je ademhaling op. Is je ademhaling eerder oppervlakkig? Is je ademhaling diep? Dan kun je die ademhaling een beetje gaan stretchen. Jouw inademhaling stretchen. En je uitademhaling stretchen. Inademhaling stretchen. En uitademhaling stretchen. En je blijft een momentje liggen. Bij de volgende inademhaling reik je armen omhoog. En adem uit, breng je handen voor jouw hart. Even een korte intentie zetten voor deze les. En wat heb jij op dit moment nodig? Wat kan jouw focus zijn voor deze les? Neem een diepe inademhaling door je neus. En adem lang uit door je mond. Dan blijf mooi rechtop zitten en open je armen, breng je handpalmen omhoog, je duimen zijn naar achter. En dan van hieruit bij de inademhaling, reik je armen naar achter en open je borst. En bij de uitademhaling, geef jezelf een dikke knuffel en weer leun naar achter. Telkens bij de inademhaling, open je borst, reik je armen naar achter. Openheid. En bij de uitademhaling, je omarmt jezelf. Bij de inademhaling, openheid en vertrouwen. Bij de uitademhaling, zachtheid. Nog drie keer adem in. En adem uit, je leunt naar achter, je maakt een ronde rug en je pakt jezelf vast. Volgende keer bij de inademhaling open. Bij de uitademhaling, je maakt een ronde rug en je pakt jezelf vast. Ofwel blijf hier, ofwel komen naar Eagle Pose. Je komt op je zitbeentjes, je bent een lange rechter rug. En je gaat ofwel je schouders blijven vastpakken, of je brengt je handen in Eagle Pose. Breng je elleboog omhoog en je voorarmen weg van je. Neem een diepe ademhaling hier. Alright, en dan open opnieuw, adem in. Kruis je armen de andere kant, adem uit. Geef jezelf opnieuw een dikke knuffel. Kom rechtop zitten, reik je kruin omhoog. En dan bind opnieuw eagle arms. Breng je elleboog omhoog en je voorarmen weg van je hoofd. Adem naar een plekje tussen je schouderbladen. En dan van hieruit plaats je handen naast jou. Kom naar handen en knieën en vind Child's Pose. Breng je heupen naar achteren. Breng je handen op de mat. Laat je hoofd zakken op de mat. Neem een diepe ademhaling hier. En dan druk je handen stevig in de mat, spreid je vingers wijd. Wandel je handen nog een beetje verder. En dan breng je buik weg van je dijbeen, zodat je rug begint te ronden. En dan langzaam breng je schouders boven de polsen met een ronde rug. Hier, schouders gaan net op boven de polsen. Dan reik je borstbuik naar voren, breng je zitbeentjes naar achter. En met een holle rug kom je opnieuw naar kindschoenen.
Opnieuw. We komen naar hem voor met een ronde rug. Schouders komen boven de polsen. Adem in. Schouders weg van je oren. Adem uit. Maak een holle rug. Breng je zit vlak naar achter. Laatste maal. Adem in. Maak een ronde rug. Breng de schouders boven de polsen. Nu van hieruit trek je navel lichtjes naar binnen. Rijk je borst naar voren. En dan langzaam buig je ellebogen. Breng je kin en je borst op de mat. Kin en je borst. Je ellebogen staan naast je. En dan van hieruit. Nu druk de vrij van je voeten in de mat. En kom op je buik liggen. Rol je schouders weg van je oren. We komen volledig op onze buik. Rijk je handen naar achter. Druk goed je bekken naar de mat. Lift je bovenlichaam en je benen op. Adem in. En dan adem uit. Breng jouw ellebogen onder je schouders. We komen naar sphinxhouding. De ellebogen staan onder je schouders. Die schouders zijn weg van je oren. Dus dat gaat altijd onze vinyasa zijn voor vandaag. Dus je kunt in sphinxhouding blijven. Je mag geen benen aan je onderrug. Of van hieruit kun je eventueel je knieën van de mat liften en je trekt je naam naar binnen. Dus je maakt geen holle rug, maar een ronde rug. Of je brengt je vrij van je voeten in de mat en je lift alles op. Kies jouw optie. Goede core activeren. Je benen zijn super actief. En dan kom opnieuw liggen op de mat. Dus je kiest altijd je optie. Nu van hieruit lift je handen op en trek je handen naar achteren. Kijk of je die handen onder die ellebogen kunt brengen. Dan plaats je handen op de mat. Adem in, kom naar een cobra. Adem uit, druk in je handen. Krul je tenen onder en kom naar een kindhouding, een actieve kindhouding. We gaan nog één keer samen doen. Adem in, kom naar voren met een ronde rug. Rijk je borst weer naar voren. Breng je buik en je, breng je borst en je kin op de mat. Kom op je buik liggen. Adem in, rek je armen naar achter, lift je benen van de mat. Je hoofd mooi in één lijn. Adem uit, plaats je ellebogen onder je schouders. Kies je optie, ofwel sphinx pose, ofwel voorarmplank. Lift op, kies jouw optie, op je knieën of zonder knieën. Kom opnieuw naar de mat. Kom naar een cobra, plaats je handen. Adem in, lift op in je cobra. En adem uit van hier. Krul je tenen onder. Breng je zit vlak naar achteren. Adem in. Breng je schouders boven de polsen. Rijk je borst naar voren. Rol je schouders weg van je oren. Druk stevig in je handen. Lift je knieën van de mat neerwaarts. Hand. Neem een diepe ademhaling hier in je neerwaartse hand. Adem lang uit door je mond. Knieën kunnen lichtjes gebogen zijn. Laat je hoofd hangen. Rol je schouders weg van je oren. Dan druk een keer je rechterhiel naar beneden. En dan wissel af. Druk een keer je linkerhiel naar beneden. En dan vind stilte in je neerwaartse hond. Druk je zit beentjes naar achter. Zoveel mogelijk lengte in de rug. Knieën kunnen lichtjes gebogen zijn. Dan kom heel traag op de top van je tenen. En dan voel je dat die onderrug begint te ronden. Je middenrug begint te ronden. Je schouders boven de polsen. Laat je knieën zakken richting van de mat. Rek je borst weer naar voren. En dan breng je het vlak opnieuw naar achteren en omhoog, dan wordt het facing dog. Je kunt hetzelfde doen op je knieën, heb je een kindhouding. Adem en maak een ronde rug heel traag. Ripple forward naar een ronde plank houding. Adem uit, breng je knieën, laat ze zweven over de mat. Rijk je borstbeen naar voren. En adem uit, opnieuw naar downward facing dog. Adem en kom naar voren naar een ronde plankhouding. Nu, shift beide hielen naar rechts. Je linkerhiel komt plat op de mat, je rechterhiel blijft van de mat en je drukt je zit vlak naar achter. Als dat de laatste is,
plaats je knieën op de mat en de juist staande met je knieën op de mat. Dus die hielen zijn naar rechts. Je linkerheup gaat een klein beetje naar rechts. Dan strek je heel die linkerzijde. Adem in, kom opnieuw naar het midden, naar een ronde plankhouding. En dan gaan de beide hielen naar links laten zakken. Je rechterhiel komt plat in de mat. Je linkerhiel is gelift. En dan druk je zet flank een klein beetje naar links. Adem in, kom naar een ronde plankhouding. En adem uit, dan wordt facing dog. Neem een diepe ademhaling door je neus. Adem lang uit door je mond. We gaan dat een keer herhalen. We gaan opnieuw onze hielen shiften naar rechts. We komen op de toppen van je tenen heel traag van naar voren naar een ronde plankhouding. Shift jouw hielen nu naar rechts. Je linkerhiel is plat in de mat. Als je de lat zit, plaats beide knieën in de mat. Dan breng het gewicht in je rechterhand. Dan reik je linkerarm omhoog. En dan stap in je linkervoet. Eventueel breng je rechterbeen naar voren in een zijwaartse plank. Die optie dat ik getoond heb. Als het te lastig is, plaats je rechterknie in de mat. Lift je linkerbeen op. Dan van hieruit plaats je linkerhand in de mat. We komen naar wilding. Je draait op de buitenzijde van je linkervoet. Je stapt de bal van je rechtervoet achter jou en je opent naar wilding. Open. Oké. Nog één keer komen we terug naar die zijwaartse plank. Die kiest jouw optie met je rechterknie op de mat. Of met je rechterbeen naar voren. Dan langzaam breng nu je rechterknie op de mat. Iedereen. Rechterknie komt op de mat. Alright. Van hieruit kom rechtop. Je rechterknie is in de mat en je linkervoet draait naar de achterzijde van je matje. Je plaatst ofwel je linkerhand aan de binnenzijde van je linkervoet, ofwel plaats je linkerhand, ik ga even naar jullie draaien, ofwel de linkerhand op je dijbeen of je linkerhand aan de binnenzijde. En je reikt je rechterarm over je hoofd, het is gelijk een krijgend Parsvottanasana, maar dus met ons rechterknie op de mat. En dan ga je naar je rechterhand, komt opnieuw naar de voorzijde van je matje, komt op je rechterbeen toe. En je reikt je linkerarm over je hoofd. We gaan nog twee keer hetzelfde doen. Rechterhand, linkerhand komt op de mat. Je reikt je rechterarm over je hoofd. En opnieuw je rechterbeen toe op de mat. En je reikt je linkerarm over je hoofd. Laatste maal, linkerhand op de mat, reik je rechterarm over je hoofd. Breng je linkervingertoppen op de mat, rechtervingertoppen en reik je linkerarm over je hoofd. Nu van hieruit lift je linkerbeen op, plaats je rechterhand opnieuw op de mat en stap je linkervoet naar de voorzijde van je matje. Oké. Breng je rechterknie meer naar achter. Laat je heupen zinken. Rijk je linkerarm naar achter. Laat je heupen zinken. Ik ga het even naar jullie tonen. Dan adem in. Van hieruit rijk je linkerarm naar voren. Breng je linkerheup naar achter. Ja, ofwel kun je dat met je rechterknie op de mat doen, ofwel kun je rechterbeen doorstrekken. Dus adem in. Je laat je heupen zakken. Adem uit. Je reikt die linkerarm naar voren. Strekt je linkerbeen door. Nog drie keer. Adem in. Je opent je heup. Adem uit. Je reikt naar voren. Trek je linkerheup naar achter. Super. Nog twee. Adem in. Open. Adem uit. Reik. Adem in. Open. En adem uit, reik. Super. Van hieruit wandel je handen naar de achterzijde van je matje. Draai je linkervoet een kwartslag naar binnen. Buig je rechterknie. Rechterknie in dezelfde richting als je rechtertenen. En dan ga je diep door je rechterbeen.
Je linkerhand komt in de mat, je reikt je rechterarm omhoog. En dan kun je zo'n klein beetje bouncen. Bounce, 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 bounce. We keren terug naar de voorzijde van ons matje. Draai je linkervoet naar voren. Breng je rechterknie op de mat. Ontkrol je rechtertenen. Adem, rijk je armen op. Breng je buik weg van je linker dijbeen. En dan laat je heupen zakken. En dan rijk je borst omhoog. Adem. Adem uit. Plaats je handen aan weerszijde van je voorste voet. Komen naar een neerwaartse hond, ofwel een neerwaartse hond te gewoon, ofwel met je linkerbeen naar achter en omhoog. Amen. Kies je optie als het te lastig is, plaats je rechterknie in de mat. Breng je linkerbeen naar achter en omhoog. En dan van hieruit kom naar een plank met drie benen. Dus je linkerbeen blijft omhoog, als het te lastig is, plaats je rechterknie in de mat. Kom op je rechtervingertoppen, lift je linkerbeen op. Eventueel, dan rijd je rechterarm naar voren. 3, 2 en 1. Yes, you can. Plaats je rechterhand op de mat, linkerhand op de mat. We komen naar een plankhouding, met of zonder knieën. Rijd je borst naar voren. Heel traag, breng jezelf nu op de mat. Oeh. Rol je schouders weg van je oren. Lift op naar Shalambhasana, adem in. Adem uit. Ofwel Sphinx pose, ofwel voorarmplank. Kies jouw optie. Adem in. Plaats je heupen op de mat. Breng je handen naast jou. Adem in naar een cobra. En adem uit. Ofwel kindhouding, ofwel neerwaartse hond. Voor 3 ademhalingen. Diep in door je neus. Lang uit door je mond. Kies jouw optie. Diep in door je neus. Lang uit door je mond. Het is redelijk lastig en er komen nog een paar flows, dus doe het rustig aan. Alright. En dan heel langzaam van hieruit komen terug naar die neerwaartse hond. Oké, shake it out. Schud het keer los. Maak lawaai, hoor je niet. Heel trakjes van hier, kom op de toppen van je tenen. Kom naar een ronde plankhouding. Heel trakjes, shift beide hielen nu naar links. Je rechterhiel komt plat in de mat. Je lift je rechterarm omhoog, adem in. Nu kun je kiezen om een gewone zijwaartse plank te nemen met je linkerknie in de mat. Ofwel strek je linkerbeen naar voren voor een moeilijke zijwaartse plank. Lift. Breng je rechterhand opnieuw in de mat. Breng je linkerknie naar je neus toe. Rol op de buikzijde van je rechtervoet. Stap je linkervoet achter je welting. Adem in, open. Adem uit, opnieuw. Plaats je linkerhand op de mat. Breng je rechterhiel in de mat en open opnieuw naar de zijwaartse plank. Of kies je optie met je linkerknie op de mat. Nu heel traag van hier, breng je linkerknie naar de mat. Voor 3, 2 en 1. Oké. Van hieruit kom rechtop. Linkerknie is onder je linkerheup. En dan stap je rechtervoet naar achter. Je rechtervoet wijst naar de achterzijde van je matje. Ofwel breng je je rechterarm op je dijbeen en je rijdt je linkerarm over je hoofd. Ofwel breng je rechtervingertoppen aan de binnenzijde en je rijdt je linkerarm over je hoofd. Dan trek goed je rechterhup onder jou. Open zoveel mogelijk die linkerschouder. Adem in. Adem uit. Linkervingertoppen komen op de mat. Je benen bewegen niet. Rijk je rechterarm over je hoofd. Opnieuw. Rechter vingertoppen op de mat. Adem in, open. Adem uit. Linker vingertoppen op de mat.
Breng je rechterarm over je hoofd. Nog één keer. Rechterhand op de mat, breng je linkerarm over je hoofd. Adem in. En zeg je adem uit. Linkerhand op de mat, breng je rechterarm over je hoofd. Plaats nu je linkerhand volledig op de mat. Lift je rechterbeen op. En dan stap je rechtervoet naar de voorzijde van je matje. Draai je linkervoet in lijn met je linkerknie. En wandel je linkerknie een klein beetje meer naar achteren. Bereik je rechterarm naar achter, laat je heupen zakken. En dan merk een keer op, hier in jouw lichaam, ben je nog in jouw zachte kracht. Ben je aan het vechten. Dan van hieruit reik je rechterarm naar voren, trek je rechterheup naar achteren. Dus die knie is ofwel doorgestrekt ofwel een klein beetje gebogen. Maar die heup trek je zoveel mogelijk naar achter. Adem in, laat je heupen zakken. Open je borst. Nu kun je kiezen om je linkerknie op de mat te houden of je linkerknie te liften. En adem uit, je strekt jouw rechterheup naar achter, rechterarm naar voren. Nog twee keer. Open je borst, adem in. Kies jouw optie, hou je linkerknie op de mat. Of strek je linkerbeen door. Adem uit. Rechterheup gaat naar achter. Laatste maal. Adem in. Open. Fantastisch. En adem uit. Plaats je rechterhand aan de binnenzijde van je rechtervoet. Wandel je handen naar de achterzijde van je matje. Draai je rechtervoet een kwartslag naar binnen. Draai je linkervoet naar. Ook kwartslag naar buiten. En kom diep door je linkerheup. Bounce. 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 Plaats je rechterhand onder je rechterschouder. Rijk je linkerarm omhoog. Right. Oké. Adem uit. Langzaam. Kom naar de voorzijde van je matje. Krul je linkertenen in de mat. En breng je linkerknie opnieuw op de mat. Adem en rek je armen omhoog. Keep on breathing. Zachtheid en kracht, remember. Adem uit, laat je heupen zakken. Rek je borst omhoog. Adem uit, plaats je handen. Stappen opnieuw naar de drie benen en neerwaartse hand. Of als dat te lastig is, drie benen en neerwaartse hand, breng je rechterbeen naar achter in all fours. Dus je kiest ofwel drie benen neerwaarts hand met je rechterbeen omhoog. Of je brengt je linkerknie in de mat. Heel traag van hier kom naar een plank met drie benen. Mensen met linkerknie in de mat blijven hier. Eventueel kom op je linkervingertoppen. Eventueel rijk je linkerarm naar voren. Lift je rechterbeen. Kor, kor, kor. Wie heeft drie kor gevraagd? Oeh, drie, twee. 1, stap naar een plankhouding. Hou even vast in die plank. Eventueel hou je knieën op de mat. Rijd je borst weer naar voren. En langzaam van hier. Kom op je buik liggen. Voor je hartslag, plaats even je handen onder je hoofd. Momentje hier om je hartslag te voelen. En opnieuw naar je zachtheid te gaan. Neem een diepe ademhaling hier. En adem lang uit. Van hieruit, Shalambhasana, rijk je handen naar achter. Hou je bekken stevig in de mat, squeeze de billen. Lift je benen op. Adem en lift alles zo hoog mogelijk op. Hou je hoofd mooi in één lijn. Adem uit. Sphinx pose, je brengt je ellebogen onder je schouders. Ofwel blijf hier in Sphinx pose, ofwel druk je op naar een voorarmplank. Geen holle rug, een ronde rug. Plaats je knieën opnieuw in de mat. En dan van hieruit breng je handen naar achter. Plaats je handen onder jouw ellebogen. Kom naar een cobra. Je hoeft niet hoog te gaan. Optie om een klein beetje je bekken van de mat te liften, dus je knieën blijven op de mat. Optie nummer 1, je trekt je schouders naar achter.
Optie nummer 2, je krult de tenen in de mat. Opletten met je onderrug hier, dus je buikspieren moet je een beetje gebruiken. Je krult je tenen in de mat, dan kom daar opwaarts rond. Trek je schouders naar achter. Hang in there. Adem uit, downward facing dog. Neem een diepe ademhaling door je neus. Adem lang uit door je mond. Alright. Wandel je handen een keer naar je voeten toe. Kom naar een voorwaartse beweging. Knieën kunnen lichtjes gebogen zijn. Pak je ellebogen vast. Laat je hoofd hangen. Ontspan je nek. Laat je handen los en rol jezelf heel traag op, wervel per wervel. Je bent aan de achterzijde van je matje. Langzaam van hieruit kom je rechtop staan. En je komt gewoon een keer rechtop staan. Hou je ogen gesloten. Voel het contact met je voeten in de mat. Jouw fundament. Voel de tintelingen in jouw lichaam. En opnieuw kun je connecteren met je zachtheid, kun je alles omarmen die er is op dit moment. Open je ogen en bij de volgende inademhaling rijk je arm op als jullie nog niet weggelopen zijn. Of van. Adem uit, heel langzaam, buig je benen, kom naar een voorwaartse buiging. Wandel je handen opnieuw naar downward facing dog. We gaan het begin van die flow nog een keer herhalen. Dus we komen naar neerwaartse rond. Kom, je kunt kiezen om je knieën op de mat te zetten. Dus we komen heel traag opnieuw naar een ronde plankhouding. Schouders boven de polsen. Shift jouw hielen beide naar rechts. Zijwaartse plank optie met je rechterknie op de mat of met je rechterbeen naar links. Dan opnieuw, breng je rechterknie zo traag mogelijk onder jouw rechterheup voor 3, 2 en 1. Van hieruit kom opnieuw rechtop, breng je linkervoet naar achter. En dan van hier ofwel kies je, ik ga me opnieuw naar jullie draaien. Je gaat ofwel je linkerhand aan de binnenzijde brengen, je rechterarm over je hoofd. Of we komen naar halve maan pose. Eventueel, je kunt een blokje gebruiken als je dat bij de hand hebt. Je plaatst je blokje een klein beetje verder. En je stapt in je linkervoet en je rechtertenen gaan naar buiten. Linkerknie kan lichtjes gebogen zijn. En je reikt je rechterarm op. Oké. Druk je rechterhiel hoog naar achter, linkertenen naar beeld in de muur. Breng je rechterschouder boven je linker. Open je schouder. Adem. Eventueel, als je hand op je blokje staat, lift je hand van je blokje. Gebruik goede buikspieren. En dan langzaam buig je linkerknie. Kom, plaats je rechtervoet op de mat. Breng je linkerhand, elleboog op je linker dijbeen. Open je rechter schouder, adem in de rij, je rechterarm omhoog. En adem uit, trek je rechterarm naar voren. Draai je rechter pinkje naar beneden. Druk goed in je rechterhiel. En open zoveel mogelijk die rechter schouder. Nu van hieruit heb je de keuze. Ofwel blijf je hier. Ofwel ga je linker elleboog een klein beetje lichter maken. Dat wil zeggen, je linker elleboog maak je lichter. Je brengt je linker elleboog net boven jouw linker dijbeen. Nu van hieruit adem in. Open, rek je linkerarm naar achter en omhoog en omgekeerde krijger. Adem uit. Tap jouw linker elleboog op je linker dijbeen. Stel je voor dat je lichaam, je bovenlichaam tussen twee muren staat. Adem in. Rek je linkerarm over je hoofd. Adem uit. Tap je linker elleboog. Ofwel leun je, ofwel tap je. Open je rechter schouder. Nog 2 keer. Adem in.
Je blijft die door je linkerbeen open. Adem uit, core. Tap je linker elleboog. Laatste maal. Adem in. Open. Om een keer te krijgen. Adem uit. Tap je linker elleboog. Dan strek je linkerbeen door. Rijk je linkerarm ver naar voren. Plaats je linkerhand waar het in belandt. Plaats je rechterhand in je ribben. Open jouw rechterschouder. Rijk je rechterarm omhoog. Adem in. Adem uit. Rijk je rechterarm over je hoofd. Bind lengte in heel die rechterzijde. Dan stel je voor dat je tegen een muur leunt en je opent zoveel mogelijk. Right. Van hieruit kom opnieuw rechtop. Rijk je rechterarm omhoog. En dan langzaam van hier draai je linkertenen naar binnen. Bind lengte in jouw rechterzijde adem in. Adem uit, breng je rechterhand naar beneden onder je schouder. Plaats je linkerhand op jouw heilig been. En dan bind eerste keer lengte. En rek je borstbeen naar voren. Je knieën kunnen lichtjes gebogen zijn. Je bent een lange rechterrug. Open zoveel mogelijk je linkerschouder. Nu van hieruit wandel jouw rechterhand. En kijk of dat je met je rechterhand jouw linker scheenbeen of jouw linker enkel kan vastpakken. En dan breng je linkerhand op de mat. En wandel jouw linkerhand naar je rechtervoet. We gaan hem zelf een beetje in de knoop leggen. En kijk of dat je kunt kijken onder jouw linkerarm. Dus je trekt, je wandelt je linkerhand zoveel mogelijk naar rechts. En je trekt een klein beetje jezelf onder je linkerschouder. Eventueel kijk onder je linkerschouder naar het plafond. Alright, en dan langzaam van hier. Kom opnieuw rechtop. Wandel de handen naar de voorzijde van je matje. Je rechtervoet staat naar voren, je linkerbeen gaat naar achter. Breng je buik weg van je rechter dijbeen. Trek je rechterheup naar achter. Hier kun je eventueel, dus breng jouw rechterarm omhoog. Kom naar een high lunge twist. En kijk, dus de optie is om je linkerhand van de mat te brengen. Je neemt je rechterarm omhoog. Linkerhand eventueel van de mat. Druk goed in je rechterhiel. Oké, buig je linkerknie, we komen naar een high lunge, adem in. Rijk je armen omhoog. Je houdt je linkerknie al lichtjes gebogen zijn, je buik is weg van je rechterdijbeen. En in there, breathe, adem in. En adem uit, kom in een schuine diagonaal naar voren. Trek je rechterheup achter jou, trek je navel naar binnen, rijk je armen naar achter. Nog één keer, adem in, high lunge. Adem uit, halverwege naar voren, trek je rechterhoek naar achter. En dan van hieruit plaats opnieuw je linkerhand op de mat. Nee, plaats beide handen op de mat, sorry. Wandel een beetje verder met je handen. En als je een blokje hebt, dan pak je blokje onder jouw linkerhand. Als je geen blokje hebt, kom op je linkervinger tokken. En dan stap in je rechtervoet. Pak je rechterduim en pak je rechterduim in je heup en duw die heup naar achter. Nu rijk je borst naar voren. Niet gaan ronden. Lift je borst op. Lift je linkerbeen op. En eventueel lift je rechterarm omhoog. Parivrita Ardha Chandrasana. Draai de halve maan pose. Neem dan één ademhaling hier. En optie, sommige mensen kunnen de linkerbeen buigen en die linkervoet vastpakken. En dan eventueel lift je linkerbeen op. Dus we hebben helemaal gedraaid. Iedereen, oké, sommige mensen blijven hier. Langzaam van hieruit plaats je rechterhand op de mat. Buig je rechterknie en breng je linkerknie achter jouw rechterhiel. En we zitten. Yes. Oeh. We komen even
even zitten. Ik weet niet of jullie daar even goed aan het zweten zijn, denk ik. Breng je linkervoet aan de buitenzijde van je rechterbeen. Als dat niet lukt, breng je rechtervoet aan de buitenzijde van je linkerbeen. Als dat niet lukt, strek je linkerbeen door. Rijk je linkerarm omhoog. En dan pak met je linkerhand je rechterdijbeen vast. Laat je heup een klein beetje zakken. Stretch voor die rechterheup die even goed gewerkt heeft. Druk je rechterdijbeen tegen je linkerhand. En probeer die rechterheup te laten zakken naar beneden. Hou lengte in je rug. Adem in hier. En adem uit. Hier deel je kijkt over je rechterschouder. Kom terug naar je ademhaling, naar je hartslag, naar jouw zachtheid, naar jouw kracht. Alles zit er iets in jou. Alles mag er zijn. En dan draai je jouw handen naar de andere kant, naar links. Laat beide handen naar links, laat je rechterheup zakken en dan laat je hoofd hangen. Maak een klein bolletje. Merk op wat dat er naar boven komt. Welke gedachten dat er naar boven komen. Dan kun je hier even in die rol zitten van observator. En terugkomen naar je ademhaling. Alright, en dan gaan we hier. Kom opnieuw naar de voorzijde van ons matje. Je stapt in je linkervoet, in je rechtervoet en je brengt je linkerbeen naar achteren. Mensen, ofwel kun je hier naar kindhouding komen, ofwel kom je opnieuw naar een neerwaartse hond. We gaan door onze vinyasa, we komen omhoog op de top van je tenen, heel traag, rukken voorwaarts naar een ronde plankhouding. Druk je hielen naar achteren. Blijf even in die plank, kies jouw optie, eventueel plaats je knieën op de mat. Rijk je borstbeen naar voren, heel traag, kom langzaam naar de mat toe. Adem in Shalambhasana, lift alles op. Trek je handen, je hoofd mooi in één lijn. Adem uit, sphinx houden. Ofwel blijf je hier in de sphinx. Ofwel lift je bekken van de mat, ofwel lift je knieën van de mat. En dan kom je opnieuw. Laat je bekken zakken. Breng je handen naast jouw ribben. Rol je schouders weg van je oren. Adem in, kom naar een cobra. Activeer je buikspieren. Trek je navel naar binnen. Trek je schouders naar achter. Je hoeft niet diep te gaan. Het kan zijn dat je minder, dat je zo diep gaat. En dus dat je minder hoog komt. Eventueel krul je tenen in de mat. Dat is een optie. Eventueel lift je bekken van de mat. Breek je armen naar achter. En dan drukken we naar neerwaarts handen van naar kind houden. En dan shake it out. Neem een diepe ademhaling door je neus. En lang uit door je mond. Ha. Zet een keer naar je hoofd. Zet een keer naar je bekken. Misschien is er een mooi liedje. Ik weet het niet, mijn klein is van jou. Alrighty. Oké, we gaan dan eerst weer naar de andere kant. Heel langzaam van hier. Ripple forward naar op de plankhouding. Shift jouw hielen naar links. Eventueel plaats direct je linkerknie op de mat voor een zijwaartse plank met je linkerknie op de mat. Of breng het gewicht in jouw linkerhand en strek je linkerbeen naar voren. Kies je optie. Heel traag van hier. Buig je linkerknie en breng je linkerknie onder je linkerheup voor 3. Doe dat traag. 2. En 1. Alright, breng jezelf rechtop. Rechtervoet gaat naar de achterzijde van je matje.
Breng even jouw rechterhand aan de binnenzijde van je rechtervoet. Of breng je rechter elleboog op je rechter dijbeen. Rijk je linkerarm over je hoofd. Right. Nu krul jouw linkertenen in de mat. Ze komen een halve maan pozen. Je plaatst je rechtervingertoppen een beetje meer naar voren. Je stapt in je rechtervoet. Knie in dezelfde richting als je tenen. En je trekt, we gaan even gewoon rechtop staan. Dus het gaat beter zijn op die manier. Dus je brengt je rechterheup. Dus je laat je rechterheup niet uitpullen. Trek je rechterheup onder jou. Draai je linker tenen naar opzij. En dan plaats je rechterhand op je brokje onder je schouder. En dan lift je linkerbeen op. Eventueel rek je linkerarm omhoog. Je buikspieren zijn super actief, vooral je schouderbuikspieren. Neem nog één ademhaling in jouw zachte kracht. En dan kun je omvallen en opnieuw je houding vinden. Right, en dan stap je naar achter. Je linkervoet is een groot stap naar achter. Je brengt je rechterarm op jouw rechterdijbeen. Trek je rechterhip onder jou. Rijk je linkerarm omhoog, verder, ver naar voren. En draai zoveel mogelijk je linkerschouder open. Ofwel blijf je hier, ofwel ga je je rechter elleboog laten zweven over jouw rechter dijbeen. Adem in. Rijk je rechterarm omhoog je hoofd. Je linkerbeen is super actief. Adem uit, tap naar je rechter elleboog. Of rust. Je kiest je optie nog drie keer. Adem in, open. Ja, super. Adem uit. Tap. Of rust. Yes. Koorkracht. Nog twee. Fantastisch. Adem in, open. Adem uit. Tap of rust. Kies jouw optie. En dan de laatste maal. Yes, you can. Open. Zijn de benen. Adem uit. Tap of rust. Nu van hieruit, strek jouw rechterbeen door, reik je rechterarm ver, 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 ver naar voren. Plaats je rechterhand, kijk wel dat hij belandt. Nu open je linkerschouder boven je rechter. En leun een beetje naar achter, zodat je tegen een muur zou leunen. Je oor is opnieuw actief. Je wil niet dat je ribben uitkomen. Je trekt je ribben naar binnen. Reik je linkerarm boven je hoofd. Druk goed op je linkervoet nu. En reik je linkerarm, als je de ruimte hebt, naar je de achterzijde van je mat. Right, van hieruit lift je linkerarm omhoog, adem in. Draai je rechtertenen naar binnen. Plaats je rechterhand in jouw lage rug. Je handpalm is op jouw lage rug. Je bent de lengte, adem in. Lengte, lengte, lengte. En adem uit. Met een lange rechterrug. Kom naar voren. Die knieën kunnen netjes gebogen zijn. En plaats je linkerbeentoppen onder jouw, dus in het midden. Zo ongeveer onder je borstbeen. En dan trek eerst een klein beetje aan je linkerbeentoppen. En lijn je borstbeen naar voren. Ja. Open je rechterschouder. Nu, met je linkerhand pak je jouw rechterbeen vast. En dan breng je rechterhand op de mat. Nu ga je jouw rechterhand eerst een beetje meer wegwaggen van jou. En dan ga je een klein beetje trekken aan jouw linkerhand. En je kijkt onder je rechterarm naar het plafond. Je rechterarm kun je eventueel een klein beetje naar links wandelen. Zodat je zoveel mogelijk en je zit eigenlijk en een soort twist waarop je schouders stretchen. Je kijkt echt zoveel mogelijk onder jouw rechterarm. Je rechterarm wandelt naar links. En je trekt een klein beetje nog meer naar je linkerhand aan je rechterbeen. Alright. Van hieruit laat los. Wandel naar de voorzijde van je matje. Achterste tenen krul je in de mat. Breng je rechterhand in de mat, adem in, rijk je linkerarm omhoog.
Kom op je rechtervingertoppen. En dan breng je buik weg van je linkerdijbeen. Je buikspieren zijn actief. Eventueel lift je rechterhand van de mat. Of hou je rechterhand op de mat. Kies jouw optie volgens jouw energieniveau. Langzaam lift op. Plaats je handen even in jouw heupen. Breng je buik weg van jouw linkerdijbeen. Adem. Rijk je armen omhoog. Ontspan je schouders. Adem uit. Blijf hier. Druk eventueel je rechterhand nog een klein beetje meer naar achteren. Eventueel lift je borst nog een klein beetje meer omhoog. Je trekt je ribben naar binnen. En die core is altijd actief. Adem in hier. Adem uit. Halverwege naar voren. Core is actief. Nog één keer. Adem in. Adem uit, halverwege naar voren. Wandel je rechterhand een klein beetje meer naar voren. Dan stap in je linkervoet. Ofwel kom je op je rechtervingertoppen, ofwel plaats je een blokje als je iets hebt onder je rechterhand. En dan pak je linkerduim vast en breng je linkerduim in je heupquies en druk je linkerheup naar achter. Lift je rechterbeen op. Rijk je borst naar voren. Je linkerknie kan lichtjes gebogen zijn. Je rijkt je borst naar voren. Eventueel lift je linkerarm omhoog. Dus dat is een gedraaide halve maan. Parivrita Ardha Chandrasana. Dat moet. Right. Eventueel buig je rechterbeen. En eventueel pak de breed van je rechtervoet vast. En dan lift je rechterbeen omhoog. Dat is een optie. Waar je ook zit, heel traag, breng je rechter enkel achter jouw linkerknie. Breng jouw rechterknie achter jouw linker enkel. En we komen zitten. Yes, we made it. Super goed gedaan. Oké, je linkervoet ga je net een klein beetje dichter trekken, eventueel. Ga je rechterbeen doorstrekken. Bind lengte bij de inademhaling. Rijk je rechterarm omhoog. Adem in. Adem uit. Je pakt met je rechterarm jouw linkerbeen vast. Je laat je linkerhoek naar beneden zakken. En druk met jouw linkerbeen tegen jouw arm. Nu, je probeert lengte te binden. Lift op. Lift je kruin omhoog. Druk met jouw knie tegen jouw arm. Kijk over je linkerzijde. Laat je linkerhup naar beneden zakken. Voel je hartslag. Met elke inademhaling de lengte. Met elke uitademhaling. Ietsje meer in je twist en je drukt je linker knie tegen jouw rechterarm. En draai naar de andere kant. Breng je linkerhand en je rechterhand op de mat. Laat, dus je benen bewegen niet. Laat je linkerheup naar beneden zakken en je maakt een klein bot. Laat je hoofd hangen. En dan kom je opnieuw rechtop. Dan je blijft waar dat je zit, maar je gaat je handen achter je plaatsen. En je gaat je rechtervoet plat in de mat zetten. Je linker enkel op je rechterdijbeen. Flex je linkervoet. En dan kom je liggen. Hier kun je kiezen in wel. Ga je je rechterdijbeen of je rechter scheenbeen vastpakken. Je linkerknie gaat lichtjes wegduwen. Ga je wegduwen van je hoofd. Je linkervoet is geflext. Even een stretch voor onze linkerheup.
En dan laat los en dan wissel je gewoon van benen. Breng je linkervoet op de mat. Breng je rechter enkel op je linker D-been. Rechter knie aan het weg van jou. Of dan pak je jouw linker D-been of je linker scheen weer vast. Stretch voor die rechterheup. Ontspan je schouders. Ontspan je kaken. Blijf aanwezig, omarmend alles die er is op dit moment. Eerder als een soort getuige die alles bekijkt, alles kan omarmen. Een observator. En dan plaats beide voeten op de mat. We gaan daar nog afsluiten met twee rondes van backbends. En je kunt kiezen ofwel bridge ofwel wheel. We gaan redelijk wat geopend. We gaan kijken of, dus we gaan die voeten een beetje dichter plaatsen. Voeten op heupbreedte afstand. En je voeten staan parallel met de lange zijde van je mat. Dus dat gaat dus, voilà. Kijk of je net die hielen kunt aanraken. Dan wandelen ze net 1 centimeter verder. En dan ga je niet naar links of naar rechts kijken. Dus luister naar mij. Dus niet naar het scherm kijken. Je brengt je hoofd omhoog. En je brengt je kin een klein beetje naar je borst. Zodat je nek lang is. Dan ga je onderrug richting van de mat gaan brengen. En hier ga je opnieuw die buikspieren activeren. Lichtjes je navel naar binnen trekken. Dan langzaam in het begin. Jouw bekken te lichten van de mat. Doet je bekken zo hoog mogelijk. En dan rol eerst een keer je schouders onder. De eerste optie is bridge pose. Rol je schouders onder. Verspreid je handen en druk je handen goed naar beneden. Hou je kin lichtjes naar je borst. Als het niet mogelijk is om jouw handen te verstrengelen, dan draai je gewoon je handpalmen omhoog. Dan probeer toch die schouders onder te rollen. En dan heel langzaam van hieruit. Laat je handen los, laat de binding los. En breng jezelf opnieuw naar beneden, naar de mat. En dan gewoon een keer voelen. En wat is de impact van deze houding op je lichaam? Waar voel je deze houding? Misschien is je hartslag een klein beetje groter. Misschien is dat beangstigend een backbend. Dan kun je gewoon die observator blijven. Kun je in die zachte kracht blijven. En dan gaan we naar de tweede keer. Dus je kiest en dan ga je opnieuw naar bridge pose. Of als je wheel kent, dan wil je dat rust doen. Als je dat nog nooit gedaan hebt, is de online les niet ideaal om een wheel uit te proberen. Dus omdat ik er niet bij ben, dus opnieuw kies jouw optie, ofwel bridge. Mocht je naar wiel gaan, dan plaats je handen op de mat. Kom je eerst op de bruin van je hoofd, trek je elleboog netjes naar binnen en dan lift op. Waar dat je bent, kijk of dat je goed kunt blijven ademen. Dan blijf 3 dagen, 3 ademhalingen. Als je in de wiel bent en je wil een beetje dieper, dan kun je een klein beetje drukken in je voeten, zodat je bovenlichaam iets meer naar de achterzijde van je matje gaat. Dan breng je kin lichtjes naar je borst. En dan kom je opnieuw liggen. Met een bridge pose. Opnieuw kom je heel traag naar de mat. En opnieuw plaats je voeten in de mat zonder dat je iets doet. Gewoon een keer voelen het effect van deze pose in jouw lichaam.
Laat je voeten een klein beetje breder, de breedte van de mat. En dan gaan we onze benen een keer bewegen, gelijk ruitenwissers. En beide knieën gaan een keer naar rechts. En dan heel traag gaan beide knieën naar links. En zo traag mogelijk beweeg je benen een keer van links naar rechts. Alright. En dan komen we naar een twisthouding. Je brengt je rechterknie naar je toe. Dus ofwel ga je rechterknie naar je toe brengen en je linkerbeen doorstrekken. En dan ga je rechterknie naar links in die twist. Rechterschouder laat je zakken richting van de mat. Je bovenlichaam kun je eventueel een klein beetje verschuiven naar links, zodat die rechterschouder meer kan zakken. En dan kom langzaam opnieuw op je rug liggen. Wissel van benen, strek jouw rechterbeen door, trek je linkerknie naar je toe. Breng je linkerhand naast jou, plaats je rechterhand op je knie. En je linkerknie gaat naar rechts. Eventueel verschuif je bovenlichaam op een klein beetje, laat je linker schouder zakken. Merk op in jouw lichaam waar je spanning vasthoudt. Kun je je volledige zachtheid toelaten in jouw vingers, in jouw kaken, in jouw schouders. En dan kom opnieuw op je rug liggen. Als je nog iets nodig hebt voordat we naar Shavasana gaan, dan kun je dat nu doen. En anders kun je gewoon een dekentje pakken, jezelf of een kussen onder je knieën brengen. Dus maak het jezelf zo gemakkelijk mogelijk. Installeer je. Voel het effect van deze practice in jouw lichaam. Maar niet alleen in jouw lichaam, ook in jouw mind. Maar laat gewoon alles zijn. In zachtheid. Omarmend alles wat er is op dit moment. Wat er ook mag naar boven komen tijdens jouw dag of in deze practice, verwelkom alles. Maak jouw angst, maak jouw frustratie, jouw ergernis even zeer jouw vriend als jouw. Je blijheid, je excitement, je vreugde. En weet dat alles continu wisselt en dat alles continu komt en gaat. En dat het vooral in deze periode zelfs misschien nog ietsje heftiger kan zijn. Dan kunnen we al die deeltjes even welkomen. Zoals je in het begin van de les gedaan hebt, onszelf een dikke knuffel te geven.
En kunnen we dat ook doen en wanneer dat, hè, wanneer dat bepaalde emoties overnemen. Er zijn voor ons de ruimte toelaten. Breng jouw aandacht naar je gelaatsspieren, naar je gelaat. En breng een interne smaal op jouw gezicht, zodat jouw gezicht wat verzakt. Laat je hoofd heel zwaar worden. Ontspan je schouders. En voel het contact met heel jouw, de achterzijde van jouw lichaam en je matje. En laat jezelf wegzinken in de aarde. Bedragen door de aarde. Ondersteuning die er altijd is. En voel alle kleine tintelingen net onder jouw huid. De ademhaling. De ademhaling die jou steeds terugbrengt naar dit moment. En dan langzaam van hier. Ofwel blijf je in Shavasana en dan kun je gewoon de meeting innen en blijf je waar je bent in Shavasana. Ofwel rek en strek jezelf uit. Heel langzaam. Neem je tijd. Als je klaar voor bent, breng je knieën naar je toe en rol over op één zijde. En dan breng je ze langzaam rechtop. En hier kun je je ogen nog even gesloten houden. En je kunt misschien die interne lach op jouw gezicht houden. Adem in, reik je armen omhoog. En adem uit, breng je handen samen voor jouw hart. Maak een diepe buiging naar alles die aanwezig is in jouzelf. Naar je hart. Misschien is er een moment van dankbaarheid. Voor, ook al is het een uitdagende periode, er zijn ook heel, heel mooie momenten van vertraging. En kunnen we deze momenten ook omarmen. Buigzaam zijn, zoals die bamboe, meegaan met wat er op zich, dit moment zich aanbiedt. Maar ook buigzaam zijn om los te laten wat ons niet meer dient. Gecenterd in jouw kracht, die altijd in jouw aanwezig is. En breng je hoofd rechtop.
Open de ogen en namaste en dank u wel allemaal dat jullie erbij waren. Right.